Wat is een levenstestament? Een levenstestament is een schriftelijk stuk waarin je zaken regelt, waarin je wensen vastlegt, en geboden en verboden, voor de situatie dat je zelf niet wil of kunt handelen. Dus dat kun je daar allemaal in regelen, ja. Is een testament? Ja. Oké. Okay. Kan dit ook in een gewoon testament worden opgenomen als bijlage, ik noem maar iets raars? Ja. Nee, dat kan niet, hè? Want een gewoon testament, dat werkt eigenlijk pas na overlijden. En dat mag ook niet eerder openvallen, dat mag niet eerder geopend worden. En het kenmerk van een levenstestament is juist dat het moet werken als je nog wel leeft. Oké. De kern van een levenstestament is dat je op een bepaald moment, heb ik begrepen, iemand een bepaalde volmacht geeft. Hoe werkt dat? Ja, het valt eigenlijk uiteen in twee delen. Je kunt volmacht geven en je kunt medische wensen vastleggen. En de volmacht die houdt dus in dat je zegt van, nou, als je zelf niet kunt handelen, hè, dan wil ik dat mijn echtgenoot of mijn kinderen namens mij zaken kunnen regelen. Dus zo'n volmacht gaat pas in als het zover is, laat ik het dan zo zeggen, een beetje oneerbiedig. Nou, je kunt het op twee manieren in laten gaan. Je kunt zeggen van de volmacht werkt vanaf vandaag, of je kunt zeggen het werkt pas vanaf het moment dat het medisch noodzakelijk is. Lastig is natuurlijk altijd van als je regelt dat het ingaat vanaf wanneer het medisch noodzakelijk is, wie beoordeelt dat dan? Nou, ja. Ik kan dat als notaris niet, hè, dus dat zal dan een arts moeten constateren. Dat werpt wel wat drempeltjes op, dus je moet daar een bewuste keuze voor maken. Heel vaak wordt er daarom ook voor gekozen om te zeggen van nou, laat het maar direct ingaan. Maar we gaan hem pas gebruiken op het moment dat het echt nodig is. Wat kan een gevolmachtigde hiermee doen met zo'n levenstestament? Met die volmacht, die kan heel beperkt zijn, hè. Die kan voor een specifieke handeling geschikt zijn, maar die kan ook heel ruim zijn. En heel ruim wil zeggen dat de gevolmachtigde, bijvoorbeeld de kinderen, ook de woning kunnen verkopen als dat nodig is en zelfs schenkingen kunnen doen. Kan hij dat schenken namens de volmachtgever, maar kan hij er ook aan zichzelf schenken? Dat is natuurlijk ook een verhaal. Ja, het kan dus zelfs zo zijn dat de kinderen uit het vermogen van hun ouders schenkingen doen, ook aan zichzelf. En vereist natuurlijk wel het nodige vertrouwen. Als je geen vertrouwen in de gevolmachtigde hebt, moet je het overigens niet doen. Maar die volmacht voor die schenkingen, dat kan ook van belang zijn. Want als die kinderen dan uit het vermogen van hun ouders schenkingen aan zichzelf gaan doen, dan kun je daarmee bijvoorbeeld ook een stukje erfbelasting besparen. Want je gaat het vermogen alvast overhevelen. Of je kunt zorgen dat de ouders daardoor minder eigen bijdrage hoeven te betalen als ze zijn opgenomen in een zorginstelling. Ja, maar dan vraag ik me toch af, wie controleert zo'n gevolmachtigde? Nou, je kunt daar een toezichthouder voor aanwijzen. Maar meestal moet ik zeggen dat er voor gekozen wordt om geen toezichthouder erin op te nemen. Nogmaals, het is een kwestie van vertrouwen. Als je geen vertrouwen hebt in de gevolmachtigde, dan moet je het eigenlijk niet doen. Waar we wel vaak voor kiezen is om bijvoorbeeld de kinderen samen aan te wijzen als gevolmachtigde. En ook te bepalen dat ze alleen samen bevoegd zijn. Dan controleren ze daardoor ook elkaar. En je hebt ook het voordeel dat nooit een kind kan zeggen van, tegen zijn broer of zus van, wat heb jij nou gedaan? Daar wist ik niks vanaf. En loopt de volmacht ook door als de volmachtgever wils onbekwaam is? Als je dat uitdrukkelijk vastlegt in de volmacht. En wij leggen meestal vast in de akte dat die dan niet alleen door moet lopen, maar dat met name daar die volmacht ook voor bedoeld is. Ja, ja. Dat we dat juist daarvoor vastleggen. Ja, dat is duidelijk. Is een bewindvoerder of het onder curatele stellen, is dat een alternatief voor dit testament? Nou, als je zelf niet kunt handelen, hè, dan, en er moet getekend worden, dan kunnen kinderen bijvoorbeeld vragen of het vermogen onder bewind wordt gesteld, hè, of dat je onder curatele wordt gesteld. Dat kan een alternatief zijn. Nadeel is dan dat je daarvoor naar de rechter moet en dat je
Als er bijzondere handelingen zijn, bijvoorbeeld verkoop van een huis of schenkingen, heb je daar apart weer goedkeuring nodig voor de rechter. En je moet ook jaarlijks of tweejaarlijks rekening en verantwoording afleggen. Dus het is een alternatief, maar er zitten wel wat haken en ogen aan. Ja, ja. Nou vraag ik me af, als je nou ook nog een onderneming hebt, dan moet je natuurlijk veel meer regelen, hè? Denk ik. Ja. Het is wel handig om, als je een onderneming hebt, hè, in de vorm van een eenmanszaak of dat je juist een BV hebt, dat je dan wat meer zaken vastlegt om te zorgen dat die onderneming doorgaat als je zelf niet kunt handelen. En dat zelf niet handelen, dat kan tijdelijk zijn, hè, door ziekte of doordat er iets vervelends in het buitenland gebeurt. Maar het kan ook definitief zijn, bijvoorbeeld bij dementie of als je op andere wijze ziek raakt. Ja, ja. Nu we daar toch op inhaken, wat kun je ten aanzien van de medische wensen vastleggen? Omdat we het over dementie hadden of andere zaken. Je kunt erbij vastleggen, hè, dat als je in een situatie raakt dat er sprake is bijvoorbeeld van ondraaglijk lijden, geen kans meer tot terugkeer naar menswaardig bestaan, dat je zegt van nou, dan wil ik dokter dat mijn behandeling ziet op pijnbestrijding en bestrijden van ongemakken. Of je kunt nog een stapje verder gaan. Je kunt zeggen, in die situatie wil ik zelfs niet meer verder leven. Wil ik zelfs actieve euthanasie. Ja, ja. Maar dat moet wel notarieel vastgelegd worden allemaal. Dat hoeft niet notarieel vastgelegd worden. Er zijn meerdere mogelijkheden om dat vast te leggen. Je kunt dat bij de huisarts bespreken en vastleggen. Of via formulieren die de Nederlandse Vereniging van Vrijwillig Levenseinde heeft. Je kunt het ook en-en doen, hè, maar zaak is het natuurlijk dat als je daar duidelijke wensen over hebt, dat je die wensen goed laat vastleggen en dat dat voor derden ook kenbaar is, dat het voor artsen, dat er ook iets mee gedaan kan worden. Ja, maar accepteert een arts dat altijd? Dat is natuurlijk ook de vraag, hè, zo'n wilde beschikking van een levenstestament. Ja, dat is de vraag en dat hangt helemaal van de arts af. En van sommige artsen weet ik, die zijn heel erg bereid om mee te denken en daar uitvoering aan te geven. Er zijn ook artsen die principieel tegen euthanasie zijn. Maar de zaak is natuurlijk gewoon dat er uitvoering gegeven wordt aan je wensen. En het is wel zo dat als een arts jouw wil voorbij gaat, als hij daar niet naar luistert, dan heeft hij natuurlijk wel iets uit te leggen. Ja, dat is duidelijk. Ja. Zijn er nog meer dingen waarvan je zegt, die moet je ook regelen in zo'n levenstestament, buiten hetgeen wat we nu al besproken hebben? Nou, wat je kunt regelen is heel ruim en het gaat natuurlijk om dat je wensen goed vastgelegd worden. Dus je kunt daar veel meer in regelen. Je kunt ook wensen ten aanzien van de huisdieren vastleggen. Dat wie die verzorgt als je zelf daar niet meer voor kunt zorgen. Je kunt ook zeggen dat als je naar een verzorgingshuis gaat, wat er met de meubels moet gebeuren. Niet alle meubels kunnen vaak meegenomen worden. Wat moet er met de rest gebeuren? Moet verkocht worden? Moet het verdeeld worden? Ja, ja, dat soort zaken kun je allemaal vastleggen. Als je dan zo'n testament hebt, zo'n levenstestament, wie houdt dat dan bij? Op de een of andere manier? Ik bedoel, gaat er iets in veranderen? Kan er iets in veranderd worden? Ja, nou, het is in ieder geval goed om het kenbaar te maken dat je zo'n levenstestament hebt aan de naaste betrokkenen, dus echtgenoot en kinderen. Wij maken het ook bekend aan het Centraal Levenstestamentenregister. Dus als daar behoefte aan is, bijvoorbeeld vanuit een arts, dan kunnen ze niet zelf, maar via een notaris kunnen ze informeren of er een levenstestament is. En degenen die betrokken zijn, die kunnen daar dan inzage in krijgen. Ja, dus in de algemeenheid weten de mensen wel dat er een levenstestament is, dat ligt vast. Ja, dat wordt in ieder geval goed geregeld. Net zoals bij een testament is er ook voor een centraal levenstestament is daar een register voor. Ja. Nou, vraag ik me wel af. Op een gegeven moment ga je een aantal dingen vastleggen. Je kunt zeggen, nou, ik doe het in 5 pagina's, maar het kan ook zijn, ik doe het in 80 pagina's. Ik kan me niet voorstellen, als je in 5 pagina's, dan moet je een bepaald bedrag betalen, maar doe je er 80, dan wordt het wel wat kostbaarder, denk ik. Ja. Zitten daar verschillen in? Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Het een is light, denk ik.
Ja, ja. Ja. Ja, er is een levenstestament light. En dan ben je met een pagina of 5, 6 ben je klaar. Maar je kunt ook een heel uitgebreid verhaal maken. Belangrijk is natuurlijk dat het kenbaar maakt wat jij wil. En die wensen die kunnen eenvoudig zijn of uitgebreid zijn. De kosten die hangen daar natuurlijk ook vanaf. Een eenvoudig levenstestament heb je al voor €400, inclusief bijkomende kosten. Maar het kan veel duurder zijn, afhankelijk van de wens. En dat hangt weer met name af van de tijd die het kost om zoiets... Ja. Nou, ik denk dat we weer een heel stukje wijzer zijn geworden. En de kijkers zullen dat ongetwijfeld ook weer zijn, want er wordt er veel naar gekeken, naar dit programma. Dus namens Lovo bedankt en mogelijk komen we de volgende keer weer eens langs voor een ander onderwerp. Heel graag gedaan.